Hallo, welkom bij mijn eerste tuinvlog ooit. Iemand raadde mij aan om deze serie te maken, een goede vriendin van mij. Dus we gaan daaraan beginnen. Gisteren hebben we... Vorige week hebben we een aantal slaapplantjes gezaaid, of een paar weken terug waarschijnlijk. Waarschijnlijk een paar weken terug. En vandaag is het tijd om deze uit te planten in mijn grote tuin. We hebben ze voorgeplant in de serre en nu mogen ze hier in de tuin komen staan. Mijn vader heeft al een net van die buizen gezet om een net erop te steken. En hij heeft al één plantje in de grond gestoken als een voorbeeld. En nu ga ik de rest doen. Haverplant, check! Nu zilveruitjes. Waar heb ik de uitjes gekocht? Ik heb een hele rijtje zilveruitjes geplant, zoals je kan zien. En nu ga ik verder mijn composthoop leeghalen. Dit is mijn composthoop. Hij zat in dit compostvat. Mijn vader heeft hem eruit gehaald, want hij moest dringend leeggemaakt worden. Ik ga dat verhuizen via de kruiwagen en dan op een plekje te drogen leggen. Ongelooflijk, je ziet dat gewoon terug. Nu ga ik die bak terugzetten en die hoop. De bak staat er terug. Ik ga even vertellen hoe ik die kompasbak heb geleerd. Eerst heb ik die afgehaald. Niet dat ik wist dat ik dat kon doen, totdat mijn vader dat vertelde. Dan heb ik eerst de droge laag, dus de nieuwe laag, afgeschept. De oude laag uitgeschept. En ik heb hem aangegooid op een andere plaats erop, zodat hij kan drogen. En dan heb ik de droge dingen er terug in gedaan. Maar ik heb nu spieren gekweekt, jongen. Ik wist niet dat compost zo zwaar kan zijn. Maar eigenlijk moet je dat vaker leegdigen, want onze bak was al een heel eindje niet meer geleden, dus daarom was het zo'n klusje. Dat was zwaar. Klein beetje pijn aan mijn rug nu. Maar dan is het eventjes tijd om te rusten. En ik ga ook nog de andere compostbak leeghalen, maar daar is het een ander verhaal. Daar is de compost super droog. En mijn vlogcamera is bijna plat. Dus ik ga die misschien eerst opladen, rusten en verder. En dan, als hij terug een beetje opgeladen is, verder doen. Zo, piepje van katten gaan eten. Nee. Piep! Mijn vlogcamera is helemaal terug opgeladen, dus het is verder tijd om in de tuin te werken. En het eerste dat ik ga doen is deze kruipels voeren aan de kettetjes. Piepje dat de mensen niet meer wegloopt.
de andere kompasbak was super nat. Deze is super droog. Tijd om hem leeg te schappen. De kruiwagen is vol met compost. Nog een klein stukje te gaan. En hiervoor heb ik een schop nodig. Deze tuinvlog afsluiten met iets superleuks. Het plukken van aardbeidjes. Ik ga ze in dit potje doen. Ik hoop dat deze eerste tuinvlog lang genoeg is. Als ze niet lang genoeg is, dan weet ik dat voor de volgende keer dat ik twee aan elkaar moet plakken. Of twee dagen aan elkaar. In de volgende tuinvlog ga ik blaadjes tussen mijn aardbeien buiten leggen. Ga ik onkruid wieden. En nog een paar dingen waarschijnlijk. Maar eerst aardbeidjes. Ik heb een bakje volgeplakt, maar er zitten heel veel beestjes in. Dus ik denk niet dat ik zo heel veel aardbeien ga kunnen eten vanavond. Jammer. Bedankt voor het kijken naar mijn eerste tuinvlog. Hopelijk vinden jullie hem leuk. Als je er meer wil zien, like dan even deze video en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!